Hallo allemaal, ik ben Otto Oome. Naar aanleiding van mijn YouTube filmpje om je Instagram account te verwijderen, kreeg ik de vraag hoe kan ik mijn Facebook account deactiveren en zelfs verwijderen. We gaan beginnen met je Facebook account te deactiveren. Dit is niet moeilijk. Ik laat zien hoe je dat doet op een computer. Je logt natuurlijk in op je Facebook account. Je klikt rechtsboven op het driehoekje. Naast het vraagteken. Je selecteert instellingen in het menu. Je gaat naar algemeen. Je klikt op account beheren. Je scrolt helemaal naar onder. En hier staat je account deactiveren. Je geeft je Facebook paswoord in, je Facebook wachtwoord. En je klikt op doorgaan en je profiel wordt nu tijdelijk uitgeschakeld. Zodra je opnieuw inlogt op je Facebook account, ben je weer geactiveerd. Ik ga nu uitleggen hoe je je account permanent verwijdert. Hoe doe je dat? Maar alvorens je account permanent te verwijderen, bekijk dan toch even de apps waarop je bent ingelogd met behulp van Facebook. Dit zijn alle apps waarop ik ben ingelogd met behulp van Facebook. Dus je account, je Facebook account verwijderen, betekent ook geen toegang meer tot deze apps. Natuurlijk als de app geen andere mogelijkheid voorziet om in te loggen dan met Facebook. We gaan verder met hoe verwijder ik mijn Facebook account. Je klikt rechtsboven op het vraagteken. Je klikt op hulpcentrum, je gaat naar linksonder je profiel en instellingen, hier klik je op. In het menu links staat onderaan je account deactiveren of verwijderen. Dan staat er op het vierde puntje, hoe kan ik mijn account permanent verwijderen? Daar klik je op. Hier staat een hele tekst. Er wordt ook nog gezegd, maak misschien ook een kopie van je gegevens. Die kan je downloaden van Facebook. En hier staat een link, neem je contact met ons op. Goed verborgen. Ik kan ook rechtstreeks dit webadres gebruiken. Dan kom je hier ook op. Wat je moet doen is mijn account verwijderen. Daar klik je op. Dan vul je weer je Facebook wachtwoord in en deze tekst vul je in het kader. En dan klik je op OK. Dat is alles wat we moeten doen om je account definitief te verwijderen. Na 14 dagen is er geen weg terug en is je Facebook account definitief verwijderd. Log je toch in binnen de 14 dagen, dan kan je de verwijdering ongedaan maken. Geef me een vette duim omhoog. Abonneer je gratis op mijn kanaal. Help me de 500 abonnees te bereiken. Deel dit filmpje met je vrienden. En laat ook wat commentaar achter onder het filmpje. Dag!